Lijntjes. Je wil een doorbraak realiseren voor gezinnen waar sprake is van. Uh, velelei problemen. Dus bijvoorbeeld problemen met, met kinderen bijvoorbeeld in de opvoeding. Uh, maar er kan ook sprake zijn van schuldenproblematiek. of een dreigende huisuitzetting. Nou, dat zijn situaties waarbij mensen eigenlijk. door de bomen het bos ook niet meer zien. En dan is het heel fijn dat je een methodiek hebt waarbij je dan met elkaar kan kijken van nou wat is nou in deze situatie als je nou even alle schotten en domeinen zou loslaten als het ware wat is dan de best passende oplossing voor dat gezin nou en als je dat met elkaar hebt gedefinieerd dan kun je ook kijken hoe je het makkelijkst van A naar B kan je wilt eigenlijk dat dat gezin uh, op een integrale manier als het ware geholpen wordt. Hè? Dus dat je niet per probleem dat je bijvoorbeeld de jeugdzorg gaat uh, of de jeugdproblematiek zou aanpakken in dat gezin. Maar dat je vergeet om de schuldenaanpak uh, zeg maar, uh, daarop toe te passen. Ja, dat moet je echt op een integrale manier bekijken. En zo wordt zo'n gezin het meest effectief geholpen. Maar wat vooral ook heel belangrijk is, is dat we willen werken aan een duurzame oplossing, zoals dat zo mooi heet. En uh, daarmee bedoel ik dat als je nu een oplossing zou creëren, maar over een paar maanden uh, Zit het gezin weer in de ellende omdat er zich situaties voordoen uh, ja, die ze niet voorzagen, of, of, of hoe dan ook? He, je wil eigenlijk dat je daar dan ook uh, met mensen ook continu een soort vinger aan de pols houdt om ze. Op het goede pad te houden en om ervoor te zorgen dat ze uh, niet meer terugvallen in de oorspronkelijke situatie. Dat is ook een van de kernpunten uit die doorbraakmethode. We hebben bewust ook uh, de Hagendoorn uh, uitgekozen als tweede locatie van ons werkbezoek, uh, uh, omdat uh, wij onze uh, toegang tot het sociaal domein, hè, waar kunnen mensen terecht uh, als ze vragen hebben op het gebied van werk of schulden of, of uh, zorg of wat dan ook, uh, dat hebben we nu in twee wijken, uh, ja, heel wijkgericht georganiseerd. Hè, in, uh, uh, de Hagedoornschool, vandaar ook dat we naar die locatie uh, toe gingen, midden in de wijk. Uh, maar ook uh, in uh, het Windmolenbroek, in het Medisch Centrum, daar hebben we zo'n locatie. En uh, nou, ik, ik loop uh, wellicht iets op de zaken vooruit, maar ik kan u vertellen dat, uh, uh, dat wij uh, die aanpak, die wijkgerichte aanpak, dat we dat eigenlijk over de hele stad willen uitsmeren. Om er op die manier ook voor te zorgen dat we als het ware de gemeente naar de mensen toe brengen. Ja. En dat is een hele mooie ontwikkeling. Ja, uh, natuurlijk hebben we onder die methodiek een, uh, een business case liggen, zoals dat weer met een deftig woord heet. Hè? Want je moet ook de kosten gaan vaak voor de baat uit. Dus je wilt ook berekenen als we deze methode nou toepassen. En we hebben dat via een heel innovatieve manier uh, gedaan. Want... Uh, uh, we hebben een, uh, een private organisatie uh, in de arm genomen. Een, so een soort social impact bond heet dat. Uh, uh, die doen de investeringen. En dat is op een soort no cure, no pay basis. Dus dat betekent in, in simpele woorden. op het moment dat het resultaat bij dat gezin niet wordt bereikt. hoeven wij die kosten ook niet te maken. Nou, en dat helpt dus dat je op, op slimme manieren echt aan het innoveren bent. om uiteindelijk die zorg voor mensen beter. en voor de gemeente ook uh, goedkoper te maken. Ja.